Ik kwam gisteravond hier langs om rond 11 uur. En toen was mijn wagen weg. Die was helemaal totaal verdwenen. Op deze foto staat Cornelis Hartenveld voor de verdwenen kraam. Een rosse frietent van 8 meter lang en 3 meter breed. Gisteravond verdween de mobiele snackcar van dit bedrijf het Rijnimmersluis. Cornelis heeft nog 2 snackkramen, maar die zijn flink verouderd en dus praktisch onbruikbaar. Vanuit de huiskamer van de familie Hartenveld worden alle zeilen bijgezet om het snackloket te vinden. Ja, het is gewoon onbegrijpelijk dat je denkt van wat moeten mensen in godsnaam met zo'n wagen, met zulke opvallende reclame en... Cornelis en zijn vrouw hebben vannacht zelfs in België gezocht naar de kraam, maar tevergeefs. Probleem is dat de familie niet verzekerd is. Een ijsmachine, een oven, een diepvrieskast, een koelkast, een koelvitrine en alle spullen, alle roestvrijstalen schalen, noem maar op. Als ik het nieuw moet kopen, dan is het totaal, de inventaris alleen al, is al zeker ongeveer 60.000, 70.000 euro. Kunt u zich dat wel veroorloven? Nee, dat is niet te doen op dit moment. Nee. Ik zou niet weten waar ik zo gauw een dergelijke wagen vandaan moet halen. Want de crisis is ook wel hier een beetje toegeslagen, zodat we niet een pakket geld op de plank hebben liggen. Dat je zegt van ik ga even een nieuwe wagen halen. Dat zit er ook niet in. Gaat u die wagen ooit nog terugkrijgen, denkt u? Nou, ik heb er wel een kleine kans op, lijkt mij, want er wordt heel veel aandacht aan besteed op dit moment door iedereen. Via Twitter en via Facebook, alles, overal staat het op. Maar ja, ik zie de grens over, dan moet je maar afwachten natuurlijk.